Je komt echt aangelopen en alle lampjes branden en de sfeer is er. Heel veel mensen op straat, heel veel bedrijvigheid. Het is echt heerlijk om nu in deze tijd in Londen te zijn. We're seeing kind of a boom in European travellers. We're actually having to move from this location next year because we're getting a little bit, we're growing too big now. Het is echt niet duurder dan andere grote steden. Van Herrits heb ik een kerstbal gekocht, dus dat is hartstikke leuk. Ik kijk naar kleding, tassen, gewoon een beetje de vrouwendingen. Omdat je nu een beetje beseft dat het minder duur is geworden, geef je denk ik ook wel wat meer uit. De kosten van voedsel bijvoorbeeld zijn flink omhoog gegaan. En dat merken ze in deze Franse brasserie. The cost of beef has increased quite significantly, so we've put that up from $15.95 to $16.95. Even if the prices of the actual items haven't gone up, they've squeezed down the actual volume. Yeah, my wife is a very good cook and I've told her that if this price increase, we'll be eating at home a lot more. We're doing about the same as we was a year ago, but it's a lot harder to get that money. Absoluut. Bitcoin hoger, pond lager.